Er is een duidelijke correlatie of samenhang te merken tussen sociale situaties van mensen tijdens deze pandemie. Dit zegt Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47. Hij heeft in verband met Vrocomandé vandaag een online boodschap gegeven. De vakcentrale heeft vanwege de COVID-19 situatie dit jaar geen normale assemblee van de arbeid gehouden. De vakcentrale moet ook de regels van geen samenscholing en social distance in acht nemen. Berenstein geeft verder aan dat er sinds het eerste geval van het COVID-19-virus een daling te merken is in de productiesector. Door het stilleggen en het stilliggen van verschillende productiesectoren is er een enorme drop, een enorme neergang in economische activiteit. Simpelweg omdat werknemers noodgedwongen in dit geval geen arbeid verrichten. Aan de andere kant zien we hetzelfde gegeven. Een positieve ontwikkeling, aan de andere kant vanwege hetzelfde gegeven, dus het niet verrichten, het noodgedwongen niet verrichten van arbeid, zien we juist een positieve ontwikkeling als we kijken naar bepaalde milieuindicatoren, zoals bijvoorbeeld milieuvervuiling. Verschillende plekken vertonen dus. Berenstein zegt verder dat lang voor het coronavirus wij als land te kampen hadden met een slecht economisch beleid. Dit heeft gemaakt dat er een enorme domper wordt gelegd op onze koopkracht, benadrukt de C47-voorzitter. Enorme verarming maken we mee. Dat is dus los van het coronavirus. Daarnaast hebben de verschillende corruptiegevallen gezorgd voor nog schevere bezitsverhoudingen binnen onze samenleving. We blijven erbij dat deze zaken diepgaand moeten worden onderzocht en dat de gestraften of dat de schuldigen gestraft worden. C47 vakbonden zijn direct het slachtoffer geworden van deze coronapandemie. Onze vakbonden en onze werknemers in met name de luchtvaartsector, de retail, de transportsector, de gezondheidszorg hebben hier direct mee te maken. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47, heeft gisteren zijn jaarlijkse 1 mei boodschap op een alternatieve manier aan de werkende klasse gepresenteerd. In verband met de coronapandemie kon er geen gebruikelijke assemblee van de arbeid gehouden worden.